Ik zou nu Tom het woord willen geven. Dan gaat Tom met de eerste slide beginnen met zijn eigen introductie, wie hij is. Vervolgens een klein stukje over de spelregels van vandaag. En vervolgens gaan we de diepte in. Nogmaals, als jullie vragen willen stellen, doe dat via het chatschermpje. Dan komt het binnen en zullen we het gelijk behandelen. En dan ben je nog, ondanks zeg maar, het webkarakter van deze call, of deze webinar, toch weer interactief te houden. Niet alleen maar zelf uit onze kant. Tom, mag ik jou het woord geven? Ja, dat mag. Welkom allemaal. Mijn naam is Tom Schuurmans. Ik ben leider van het Ethical Hack Team van Deloitte uit de Security and Privacy Services groep. Heb een ruime 10 jaar ervaring met het uitvoeren van zogenaamde ethical hacks. En wat dat precies zijn, daar gaan we zo op inzoomen. We hebben voor jullie een webcast geprepareerd met een aantal onderwerpen daarin. Een korte introductie vanuit onze kant, waar we net even mee hebben afgetrapt. Dan wil ik met jullie een aantal ontwikkelingen doornemen op het gebied van internet, van connectiviteit met internet met name. En een blik werpen op de keerzijde van het internet de groep mensen die we aanduiden met de naam hackers. Wat motiveert hen, wat voor methoden gebruiken ze, wat doen ze nu eigenlijk allemaal? De webcast wil ik afsluiten met een aantal praktische tips, een aanpak om de internetomgeving een veilige wereld te maken. Zoals Marco net aangaf, indien jullie vragen hebben, typ dan even kort in het chatschermpje links onderaan dat je een vraag hebt. Dan zal ik iedereen even van de mute afhalen. En dan kunnen we gezamenlijk even horen wat de vraag is. En dan zal ik die proberen te beantwoorden. Mocht er tijdens de sessie technische problemen zijn, dan kun je even contact zoeken met Karin. Karin is de secretaresse van ons team en die zal je helpen weer netjes in de sessie te doen komen. Deze webcast zal sowieso in de vorm van een PDF-presentatie onder alle deelnemers worden verspreid. Dus mocht je het nog een keer na willen lezen thuis of op het werk, dan kan dat altijd. Goed. Als we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, dan is internet meer en meer gewoon goed geworden. Hè? We spreken wel van hyperconnected. Iedereen is altijd online. De hele wereld is binnen handbereik. Tegenwoordig worden er veel meer smartphones verkocht, waarop je niet alleen kunt bellen, je e-mail binnen kunt halen, website bezoeken. Je op allerlei social media-achtige media kunt geven. Het gebruik van internet is vele malen interactiever geworden dan een aantal jaren geleden. Het is niet alleen puur het presenteren van je bedrijf, van je organisatie, maar interactief met klanten omgaan die vragen stellen. Bijvoorbeeld informatie verstrekken aan een bedrijf zodat het kan worden behandeld. Internet is overal. Het is een globale oplossing. Dat betekent ook dat als je iets op internet gaat doen in Nederland, dat je bezoek, gewenst of ongewenst, niet alleen vanuit Nederland komt, maar vanuit de hele wereld. Iedereen kan bij jouw website, bij jouw webomgeving. Veel en veel meer is het niet een bedrijf, een organisatie bepaald wat wordt aangeboden, maar een consument die zo duidelijk vraagt om bepaalde interactiviteit, bepaalde content, die drijft wat een bedrijf uiteindelijk gaat doen op internet. En vanzelfsprekend door al die hyperconnected werelden is er een constante informatiestroom. Soms zelfs een overload van informatie. We zijn met z'n allen heel erg verbonden met internet. Denk maar ook aan een privé situatie waarin je waarschijnlijk allemaal een smartphone hebben waar in het weekend wellicht ook nog eens een keer de mail wordt gelezen.
En dan wel als je op vakantie gaat en je gaat kijken wat voor huizen beschikbaar zijn, is tegenwoordig niet alleen een rustige omgeving of de omvang van het huis een van de opties die je kunt selecteren, maar wifi aanwezig of internet aanwezig zie je ook steeds vaker. Nou, wat is de economie op dit moment? Kenmerkt zich door grote bezuinigingen, gedreven vanuit de overheid. Dat zal binnen gemeentes hoogstwaarschijnlijk ook merkbaar zijn. Betekent aan de ene kant dat de budgetten van IT en informatievoorzieningen onder druk staan. Maar aan de andere kant ook steeds meer gedreven wordt op een efficiëntieslag. En dat betekent dat online dienstverlening een aantal, laten we zeggen, traditionele processen een stuk kostenefficiënter kan maken. En daar dus echt een push geeft naar het afhandelen van dienstverlening via het internet. Als je kijkt naar zaken die zeer actueel zijn binnen gemeentes, online dienstverlening via digitale loketten, waarin directe interactie is met de burger. Betekent dat mensen voor niet alle zaken meer op het gemeentehuis hoeven komen, maar deels via het internet kunnen afhandelen, dan wel in gang kunnen zetten. Uiteraard blijft ook de traditionele informatieverstrekking actueel. Veel websites met gewoon hele duidelijke informatie over de gemeente en aanverwante zaken. Burgers kunnen aanvraagformulieren invullen en in behandeling laten nemen door de gemeente. En steeds meer wens vanuit de burgers om toegang te krijgen tot hun eigen gegevens. Welke aanvragen heb ik allemaal lopen? Wat is de status daarvan? Wat zijn mijn persoonsgegevens en kan ik eventueel wijzigingen online doorgeven? Nou, heel veel wordt er gebruik gemaakt al van DigiD-authenticatie om een aantal van bovengenoemde diensten toegankelijk te maken. Een aantal gemeentes is ook duidelijk actief op het gebied van smartphone-applicaties. Voor toeristen bijvoorbeeld die specifieke gemeenten informatie over attracties of het lokale weer willen hebben. Daarbij heeft een aantal gemeentes ook de handen ineen geslagen om bij externe hosting providers het een en ander onder te brengen in IT shared service centers. En sowieso worden diensten vaak bij specialistische bedrijven hosting providers neergezet. Bottom line is dat steeds meer gemeentes, maar natuurlijk ook andere bedrijven, hun dienstverlening online doen en meer verwerking van gevoelige gegevens ook via het internet verloopt. Nou, dat hyper-connected zijn met internet kent natuurlijk ook zijn keerzijde. Er zijn gewoon een aantal uitdagingen op beveiligingsgebied als je diensten aansluit op internet. En zeker in de afgelopen jaren zie je een enorme trend in ook de daadwerkelijke publicatie van als er wat misgaat. Het zal al jarenlang zullen er incidenten zijn geweest, maar die kwamen op de een of andere manier niet in het nieuws. Je kunt de krant eigenlijk niet openslaan of er staat alweer een bericht in over een lek in een website of een ander incident. En het lijkt er een beetje naartoe te gaan dat alle voordelen van het internet, economisch, maatschappelijk, wordt overschaduwd door eigenlijk de cybercriminaliteit die op internet heerst. Een aantal berichten kun je onderaan ook zien. Marco zei ook al in zijn introductie, de WikiLeaks, de volgende webinars hier, zijn voorbeelden van deze hacks. Als we kijken naar een aantal statistieken, er zijn iets van, maar wat we in ieder geval kunnen zien, is dat ten opzichte van 2010 het aantal webattacks weer met 93% is toegenomen.
Als je van een wat hoger niveau nog kijkt naar het internet. Hè, internet is een open gemeenschap, een open wereld waar mensen informatie kunnen halen, informatie kunnen delen, toegang kunnen krijgen tot zoveel mooie producten. Dat heeft ook een aantal beperkingen en uitdagingen. Het internet kent geen grenzen. Hè. Het is voor mij mogelijk websites in Frankrijk, in Amerika of waar dan ook te bezoeken, of mijn website te laten bezoeken vanuit die landen. Dus het internet kent geen grenzen, alleen de handhaving en toezicht wel. Mocht een website aangevallen worden door een aanvaller uit Frankrijk, dan zul je in overleg moeten gaan met de Franse politie om de actie op te nemen. En dat soort internationale barrières kan tot vertraging in de opsporing leiden. Sommige overheden benaderen internet als een nationaal probleem. Wat betekent dat soms de verantwoordelijkheid voor beleid op een centraal niveau wordt belegd, soms op een lokaal niveau, met als gevolg verschillend soorten beleid, verschillende soorten aanpak van deze uitdaging. De technologische veranderingen gaan heel erg snel. Denk zelf maar wat er in de afgelopen 5 jaar allemaal ontwikkelingen is geweest. De wetgeving, dat duurt wat langer voordat het aangesloten is op de laatste ontwikkelingen. En als het dan aangesloten is, dan is de technologie weer zo verder gevorderd dat de wetgeving weer voorzien moet worden van een update. Er gebeurt heel veel op internet. Er zijn een beperkt aantal rapportages beschikbaar over trends en ontwikkelingen in het gebruik van internet in beveiligingsincidenten die plaatsvinden. Maar het is nog zeker niet compleet. Vaak op een beperkt set aan klanten, bedrijven gericht. Dus de omvang van de problematiek, de uitdaging, is soms ook nog niet heel goed zichtbaar. Als je kijkt naar wat voor bedreigingen er zijn, is het niet een zijn sommige aanvallen niet een 1-op-1 aanval. Als je kijkt naar zogenoemde denial of service aanvallen, aanvallen met het doel websites echt plat te leggen, vinden hier vaak plaats niet vanuit één computer naar één andere computer, maar vanuit wellicht honderden systemen verspreid over verschillende landen richting één of meerdere webomgevingen. Dat maakt dus ook steeds lastiger bij zo'n incident de daders te achterhalen. Het internet is redelijk anoniem. Dat betekent dat een aanvaller soms maatregelen kan nemen om zijn identiteit te verbergen. Waardoor het nog lastiger is te achterhalen wie wat gedaan heeft. En wat we ook merken is dat het heel lastig is om dit soort bedreigingen allemaal de baas te worden. Er is een gebrek aan security professionals die dit soort uitdagingen kunnen bevechten. Wat we vaak ook merken binnen grote bedrijven, maar ook bij overheidsorganisaties, dat een aantal activiteiten soms door meerdere onderdelen van een bedrijf of door meerdere overheidsorganisaties wordt uitgevoerd. En dat er afscheidingen zijn tussen bepaalde onderdelen van een bedrijf als het gaat om het aanbieden van bepaalde diensten. Een gedeelde verantwoordelijkheid, en dat betekent dat je die verantwoordelijkheden ook goed moet afspreken in het geval dat iets misgaat. De uitdagingen met internet bevatten zeker niet alleen technische uitdagingen. Daar komen we straks ook nog eventjes op terug. Maar evenzo belangrijk is de menselijke factor in het hele internetbeveiligingsproblematiek. En een aanvaller zou zich heel goed kunnen richten op fouten in menselijk handelen en niet alleen in gaten in de techniek. We zien nu heel veel losse berichten in de pers komen, maar er is nog steeds geen goed overzicht in hoe groot de problematiek nou eigenlijk op een mondiaal niveau is. En dat inzicht is op dit moment gewoon veel te beperkt. Nou, laten we dan eens even kijken naar de wereld van hackers.
Bruce Snyder, een van de grootste informatiebeveiligingsgoeroes uit Amerika, heeft een hele mooie definitie hiervan gemaakt. Feitelijk is hacken natuurlijk niet iets wat iets is van de laatste jaren. Hè. Een hacker is iemand die buiten gebaande paden denkt. Hè. Iemand die kijkt, die weet wat de normale denkwijzen zijn en gaat denken van wat nou als ik net eventjes iets anders probeer. Hè. Je kijkt over de rand en wat zou erachter zijn. Je weet wat de regels zijn, wat gebeurt er nou als je die breekt. Dat gebeurt eigenlijk al jaren. Als je teruggaat naar de oudheid zelfs en kijkt naar de dingen als alchemie, hebben mensen al jaren geëxperimenteerd met wat zou er nu gebeuren als ik bepaalde stoffen bij elkaar doe. Je kunt je het pikken van sloten, fysiek inbreken, ook zien als een vorm van hacken. Dat is natuurlijk niet waar we het vandaag over hebben. Maar die elementen hè, van het breken van de regels en het denken buiten de gebaande paden is wel wat een computerhacker ook in zijn bagage heeft. Het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computersysteem of netwerken, het hacken, is een strafbaar feit. Dat staat zo ook beschreven in het wetboek van strafrecht. Voorlopig houden we even als simpele definitie aan dat... Een hacker is iemand die de beveiliging van een infrastructuur, een webapplicatie van een derde partij doorbreekt. Nou, dan heb je verschillende soorten hackers. Ik schaar mezelf daar ook onder, maar dan wel aan de goede kant van de scheidslijn. Een beetje geïnspireerd door de cowboyfilms van eerder vorige eeuw wordt er onderscheid gemaakt tussen black hat en white hat hackers. Black hat hackers zijn mensen die echt op kwaad in de zin hebben, die zonder toestemming van een bedrijf en met crimineel oogmerk proberen binnen te dringen in een internetomgeving. Aan de andere kant van de scheidslijn staan white hats. Dat zijn mensen zoals ik, die proberen kwetsbaarheden bloot te leggen in applicaties, infrastructuren, maar uiteraard met toestemming van organisaties en zonder crimineel oogmerk. Dan is er natuurlijk altijd een beetje een grijs gebied, maar even aangeduid als de grey hats. Mensen die zonder toestemming, maar ook zonder crimineel oogmerk op zoek gaan naar kwetsbaarheden in internetomgevingen, zullen we voorlopig even aanduiden als grey hats. Nou, er zijn buiten deze hoofdcategorieën verschillende typen van hacking. Ik hoop dat het grafiekje voor iedereen goed te zien is. Met op de x-as de volharding van de aanvaller. Hoeveel motivatie, hoeveel resources wil een kwaadwillende, een hacker inzetten om binnen te dringen op jouw internetomgeving en daar kwade dingen uit te halen. En dan op de y-as het raffinement eigenlijk van de aanvaller. Hoeveel intelligentie, tools, technieken zijn er eigenlijk nodig om binnen te dringen. Als we links onderaan beginnen bij de hacks, is als eerste natuurlijk de toevallige ontdekking. Zou kunnen komen door iemand die gewoon legitiem een website bezoekt en toevallig ontdekt dat er iets mis is. Geen gebruik maakt van allerlei tools of technieken, maar wellicht toch een bug in de website, gewoon een kwetsbaarheid daarin ontdekt. Weinig raffinement voor nodig. Dat is ook niet iets, er zit eigenlijk geen opzet achter. Als je iets verder gaat, iemand die binnendringt, wel opzettelijk, maar laten we zeggen dat de deur al op een kiertje stond, of
vergelijkbaar als je de voordeur van je huis open laat staan. Natuurlijk is strafbaar. Weinig raffinement voor nodig om het voor elkaar te krijgen. Maar zeker wel heel specifiek gericht op één bedrijf of één website. Malware, virussen. Eigenlijk een groot schot hagel. Zeker kwaad in de zin. Niet heel specifiek gericht op één bedrijfje. Je maakt eigenlijk één stukje kwaadaardige software en richt die op zoveel mogelijk bedrijven. En hoop dat je dan ergens een kans op succes krijgt. Als we dan naar de derde categorie of de derde zuil toe gaan, waar het raffinement van de aanvallen zeker een stuk uitgebreider wordt. Een zelfstandig hacker, hè, iemand die doelbewust bezig is een bedrijfsnetwerk of een website binnen te dringen, met een set tools, wellicht nog niet heel erg bekend met de omgeving, maar wel met het nodige tools en kunde om daadwerkelijk een omgeving binnen te dringen. Veel bedrijven werken samen met derde partijen voor bepaalde gegevensuitwisseling. Dat betekent dat bedrijven ook vaak koppelingen met die business partners maken. En zo eigenlijk al een stukje van hun internetomgeving weggeven of stukken toegankelijker maken voor een business partner. Iemand die vanuit dat netwerk dus kwaad zou willen, hoeft veel minder maatregelen te doorbreken om binnen te komen. Nou, dan hebben we de categorie script kiddie, wellicht bekend. Op internet zijn heel veel kant-en-klare toeltjes te vinden, waarmee je eigenlijk direct websites, internetomgevingen kunt aanvallen. En waarvoor bijna geen kennis nodig is. De toeltjes zijn zo gebouwd dat ze heel simpel in gebruik zijn. De kwestie van op internet gewoon even in de zoekmachine wat ingeven. En de toeltjes rollen er vanzelf uit en direct te gebruiken. Dat betekent dat met name jeugdige, nieuwsgierige mensen met dat soort toeltjes aan de gang gaat. En websites onder vuur neemt. De intelligentie achter de aanvallen zit, is wellicht niet zo heel groot. De impact van de aanvaller kan net zo groot zijn als van iemand met een stuk meer verstand van zaken, zoals de zelfstandige hacker die boven in de kolom komt. Als we naar de vierde zuil gaan, dan krijgen we mensen met of meer volharding, of veel meer inzicht in de omgeving van bijvoorbeeld jullie eigen IT-internetomgeving. We kijken naar een ex-medewerkers, zeker in de IT-beheersfeer. Mensen met veel kennis en kunde op technisch vlak en het inzicht in de specifieke karakteristieken van een internetomgeving van een bepaald bedrijf. Je kunt je voorstellen dat die heel veel kwaad uit kunnen halen. Klanten van bedrijven hebben zelf waarschijnlijk toegang via bepaalde webportalen tot hun eigen portefeuille en dus heel goed inzicht in de werking van de applicatie vanuit een klantperspectief. En kunnen dus eenvoudig overgaan tot het proberen of ze uit hun eigen context kunnen breken en misschien gegevens van andere klanten kunnen zien. Uiteraard hebben ze daarvoor wel een stuk bagage nodig. Als we dan kijken naar, laten we zeggen, misschien niet het raffinement, maar in ieder geval de volharding, dan zullen concurrenten in commerciële bedrijven, zullen concurrenten echt geneigd zijn om misschien hackingtechnieken toe te passen om binnen te dringen bij een concurrerend bedrijf. En boze werknemers, ex-werknemers, wellicht niet zo technisch onderlegd, maar wel met een volharding om binnen te dringen, valt ook in die categorie. Als we dan helemaal naar rechts gaan, dan komen we echt in
Zaken als cyberwarfare, het echte oorlogsvoeren op internet. Het lijkt me laten we zeggen, het niveau van gemeentes wellicht wat overdreven. Maar dit zijn, je kunt je hierbij wel voorstellen dat hier dedicated teams van hackers vanuit land 1 internetinfrastructuur in land 2 gaat aanvallen. Met als echt als doel het platleggen van belangrijke communicatiekanalen. Andere zaken die ook in traditionele leven gewoon zijn, spionage, ook die zullen op internet plaatsvinden vanuit een landenperspectief. En hacktivisme, dat is dan echt het uit het politieke oogpunt proberen plat te leggen van bijvoorbeeld een website. Het heeft de vorige Amerikaanse verkiezingscampagnes. Zijn tegenstanders van Obama ook doelbewust uitgeweest op het platleggen van bijvoorbeeld de Twitter van Obama en zijn campagne website. Dat is een aantal keren ook gelukt. Cybercriminaliteit is dus net als gewone criminaliteit een maatschappelijk probleem. Er valt natuurlijk heel veel geld te verdienen door websites te manipuleren, door eindgebruikers, door trucjes hun eigen geld weg te laten sluizen naar andere rekeningen. Dat betekent dat mensen die hierachter zitten, de hackers die hierachter zitten, gewoon een slaatje hieruit kunnen slaan, financieel gewin kunnen halen en daardoor uitermate gemotiveerd zijn. Even een voorbeeld van een webshop. Het is een webshop waar je cd'tjes of dvd'tjes kunt bestellen. En als ik als een eindgebruiker daarnaar kijk, dan denk ik van hé, dat is handig. Ik kan mijn dvd'tjes online bestellen. Super makkelijk, ik log in, ik voeg toe wat ik wil, ik geef mijn adresgegevens in en de dvd's worden bij mij thuis bezorgd. Dat is de bril die ik als eindgebruiker op heb voor zo'n website. Maar een hacker kijkt heel anders naar een website zoals deze. Ook ik als ethisch hacker. Als ik kijk naar zo'n website, dan zijn er een paar dingen die mij meteen opvallen of vragen die ik mij meteen afvraag. Ik zie daar bijvoorbeeld een gebruikersnaam. Dan denk ik direct, wellicht dat ik bij die eindgebruiker op de een of andere manier de logingegevens kan losweken. Misschien dat ik dan bestellingen op zijn naam kan plaatsen. Als ik als eindgebruiker van deze website inzicht heb in mijn eigen gegevens, financieel, NAW-gegevens, mijn bestellingshistorie. Wellicht kan ik door wat trucjes dan ook gebruikersgegevens van andere klanten inzien. Of sterker nog, kan ik andermans gegevens wijzigen. Bijvoorbeeld het afleveradres, zodat alle bestellingen gratis en voor niks bij mij thuis worden afgeleverd. Als ik echt kwaad wil en ik zou deze website plat willen leggen of financieel verlies willen laten leiden, dan zou ik ook eens kunnen kijken naar die prijzen. Hè. Zijn die mogelijk niet te manipuleren? Kan ik niet aanpassen voor mijn eigen gewin? Het zou leuk zijn natuurlijk als ik dvd's van 0 euro kan bestellen. Ik meen dat de HEMA afgelopen van de week in het nieuws is gekomen dat ze een van hun taarten die ze goedkoop wilden aanbieden voor 0 euro hadden neergezet. Nou, dat leidde tot een storm van bestellingen daarvan. Bleek uiteindelijk een foutje op de website te zijn, geen hack. Maar het leidt tot een hoop problemen voor in dit geval de HEMA.
Als ik de website echt kwaad wil, kan ik de producten aanpassen. Vervelend voor zo'n website als je 100 verschillende producten hebt en ik kan die allemaal tot eentje reduceren. Dat betekent dat je gewoon orders gaat mislopen. Altijd interessant, ik zie in mijn mandje dat ik een aantal bestellingen heb. Kan ik de website zo manipuleren dat ik mijn order totaal hetzelfde houd, maar de prijs tot nul of weinig reduceer. Gratis of bijna gratis bestellingen doe. Ook altijd interessant, wordt versleuteling toegepast? Kan ik wellicht communicatie onderscheppen die tussen de eindgebruiker van deze website en de website zelf plaatsvindt? Zou ik daar naar kunnen kijken? Kan ik daar wat van leren? Kan ik daar misbruik van maken? Alle websites die worden beheerd. Veelal wordt dat niet direct via internet gedaan of via een afgesloten kanaal. Maar de praktijk leert dat ook heel veel websites content management systemen hebben of een andere beheerinterface die via het internet bereikbaar is. Altijd een uitermate interessant punt om te kijken of je via dat beheerinterface een standaard gebruikersnaam en wachtwoord kunt binnendringen en aanpassingen kunt maken op de website. Ja, ook de broncode van een webpagina is altijd een interessant aanknopingspunt voor verder onderzoek. Het is zo simpel als op de rechtermuisknop knikken en bekijken broncode, klikken. En meestal zitten er een aantal interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek. En wat je natuurlijk ook altijd wil weten, een website draait op een stuk onderliggende infrastructuur. Een webserver dat gewoon een besturingssysteem als Windows of een Linux variant bevat. Mochten deze niet gepatcht zijn, of er draaien andere diensten op deze onderliggende infrastructuur, is dat een uitermate handig punt om zo'n omgeving binnen te dringen. Ik hoop hiermee een klein beetje, laten we zeggen, de hacker mindset, zoals ik het maar altijd noem. Hoe kijkt een hacker naar een, ja, wat voor iedereen een mooie functionele website is? Eigenlijk met doel de kwetsbaarheden bloot te leggen. Nou, stel dat een hacker echt wil overgaan tot het aanvallen van een website. Wat is dan ook de aanpak of de gedachtegang die zo'n hacker kan nemen? En ik heb hier een paar punten van aandacht of punten die ik zou meenemen als ik op een opdracht kijk naar een stuk infrastructuur of een website die ik ga analyseren. Uiteraard bepaalt de hacker allereerst zijn doelwit. Dat kan voor allerlei redenen zijn. Een stuk financieel gewin. Een boze medewerker die heel specifiek zijn ex-baas onder de loep wil nemen. En de eerste fase bestaat eigenlijk uit het verkrijgen van informatie via publieke informatie. Wellicht interessant, dat doe ik regelmatig ook op bijvoorbeeld Google kijken. Het bedrijf waarvoor ik een opdracht doe. Wat voor mensen werken daar? Dingen als LinkedIn geven heel veel achtergrondinformatie over mensen die bij een bedrijf werken en uiting die ze daarover over doen. Geeft vaak erg nuttige informatie. Dat betekent ook zaken als fora, internetfora, waar wel eens het een en ander wordt gepubliceerd over technische vraagstukken. Geven altijd hele nuttige informatie en dat is publieke informatie waar eigenlijk iedereen bij kan. Helpt om het profiel eigenlijk van de internetomgeving en het bedrijf alvast in kaart te brengen en mijn aanval straks een stuk gerichter te maken. Je zou zelfs een analyse kunnen doen van de werknemers van het doelwit wat je wil doen.
betekent dat je via social media, Twitterberichten of op LinkedIn bijvoorbeeld, berichten kunt achterlaten voor specifieke personen met als doel daar gevoelige informatie zoals wachtwoorden te ontfutselen. Bijvoorbeeld een vraag dat iemand mee kan doen aan een enquête als hij zijn een wachtwoord achterlaat. En natuurlijk met wachtwoorden die je op deze manier eigenlijk verkrijgt, kun je later poging doen om aan te loggen. Een andere hele interessante bron van technische informatie over je doelwit vind je vaak op vacature websites. Je moet voor jezelf even gaan kijken indien er vacatures uitstaan. Wat voor informatie er allemaal wordt weggegeven over de gebruikte technologieën. Die vraagt natuurlijk een bepaald profiel en als de hele omgeving draait, een bepaalde Windows-versie of gebruik maakt van bepaalde netwerktechnologieën, zal je dat in vacatures ook opnemen. Nou, verder bestaat een groot commercieel aanbod, en daar kom ik zo nog even op terug, van alle soorten toeltjes, virussen, dumps van gebruikersnamen en wachtwoorden. Mogelijk zit er iets bij wat heel specifiek te gebruiken is voor het doelwit dat ik wil aanvallen. Ik zal in de komende slides nog even wat meer inzicht geven in wat daar allemaal te koop en te verhandelen is. Nou, uiteraard doen we ook een stuk, laten we zeggen, wat actiever analyseren van de internetomgevingen die het doel is. Een hacker zal kijken welke technische IP-adressen horen bij een bepaald doelwit. Kijken wat voor diensten worden aangeboden op die IP-reeksen. Zelf trachten te identificeren met allerlei toeltjes. Of te lekker zitten in de technologieën die onder de infrastructuur zit. De lekken die er zijn. En uiteraard kijken naar bekende open beheer interfaces. Bijvoorbeeld voor het content management systeem of andere beheer interfaces. Dan heb je een heel aardig profiel eigenlijk van zo'n internetomgeving. En dan kun je met wederom gratis dan betaalde toeltjes een heel goed beeld vormen van kwetsbaarheden in die omgeving. En de flink aantal van deze toeltjes werkt eigenlijk soortgelijk als een antivirusscanner. Ze werken met een database van bekende kwetsbaarheden en kunnen heel erg secuur bepaalde internetomgevingen afscannen. Op de aanwezigheid van deze kwetsbaarheden. Nou, dat is altijd makkelijk als je via toeltjes precies weet waar de kwetsbaarheden in een omgeving zitten. En dan kun je in de laatste fase eigenlijk het exploiteren van die kwetsbaarheden dankbaar gebruik maken. Het zijn natuurlijk niet alleen toeltjes die je gebruikt. Met name op het gebied van webapplicaties kun je niet alles met toeltjes doen. Er zal een heel stuk menselijke intelligentie ook bij komen kijken. Elke website is weer net iets anders. En soms heb je gewoon logisch denken, logisch redeneren nodig om te zien dat bepaalde webapplicaties kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld het overslaan van een loginstap of een procedure, een workflow van 3 fases. Stappen van stap 1 naar stap 3. Er is geen tool die je dat gaat vertellen. En dat komt echt op menselijk denken, menselijke logica neer om dat te doen. Nou, wat voor kwetsbaarheden treffen we dan vaak aan? En nogmaals, deze lijst is niet limitatief bedoeld, maar het geeft een aantal voorbeelden van kwetsbaarheden in internetomgevingen, in websites die we regelmatig tegenkomen. Heel veel websites zijn gewoon op een onveilige manier geprogrammeerd. Input, gegevens die een eindgebruiker van een website in invoervelden, in zoekvelden
ingeeft, wordt niet goed door de applicatie gevalideerd. Dat betekent met wat technische kennis dat je bepaalde commando's naar de achterliggende infrastructuur kunt sturen die al dan niet succesvol is. En wellicht heeft een aantal van jullie gehoord van bepaalde SQL injection kwetsbaarheden. De oorzaak daarvan ligt in die inputvalidatie beperkingen die er zijn. En een andere kwetsbaarheid die we vaak zien is dat onvoldoende wordt gecontroleerd of een legitieme gebruiker van de applicatie bepaalde andere acties wel of niet mag uitvoeren. En dat kan zijn dat ik als beperkte gebruiker niet goed gecontroleerd word of ik toegang krijg tot beheerfunctionaliteit. Of dat ik als gebruiker 1 stiekem inzicht kan krijgen in gegevens van gebruiker 2. Iets wat we heel vaak ook in de praktijk zien. Dat zijn dingen die je natuurlijk niet wil hebben. Andere kwetsbaarheid is dat communicatie tussen gebruikers en de website toch op bepaalde punten onversleuteld gebeurt. Dat betekent dat iemand die op hetzelfde netwerk mee zit te luisteren, mee kan luisteren, die gegevens af zou kunnen vangen en daar misbruik van kan maken. Je kunt je voorstellen dat als je op een vliegveld zit bijvoorbeeld, waar heel veel mensen op hetzelfde draadloze netwerk zitten, als jij een website bezoekt waarvan de communicatie onversleuteld is, dat iedereen op hetzelfde draadloze netwerk zou kunnen mee luisteren. Wat we ook veel zien, zijn gewoon kwetsbaarheden in de onderliggende infrastructuur. Vaak als gevolg van een beperkt patches die zijn geïnstalleerd. Er komt veel uit, het is heel lastig om dat in de gaten te houden. Ik denk eigenlijk dat het een race tegen de klok is. En heel vaak het niet toepassen van patches of het niet updaten van bepaalde software naar de laatste versie. Betekent gewoon dat je kwetsbaarheden aan internet hebt. Een volgende kwetsbaarheid net al even genoemd. Hè, de beheerinterface toegankelijk via internet. Het internet is natuurlijk uitermate prettig om ook te gebruiken voor je beheerwerkzaamheden. Het doen van een update van een website. Een nieuw artikel plaatsen. Maar je kunt je voorstellen dat er zoveel als mij om moet worden gegaan dat die functionaliteit eigenlijk niet voor de hele wereld, zeker niet voor het hele internet beschikbaar moet zijn. Toch vinden we nog vaak dit soort interfaces openstaan. En sterker nog, vaak ook nog beschermd tussen aanhalingstekens met een standaard gebruikersnaam en een wachtwoord. Een andere tekortkoming van kwetsbaarheid die vaak te misbruiken is een zeer beperkt wachtwoordbeleid of het resetten van een wachtwoord, de procedure eromheen die niet helemaal op orde is. Standaard gebruikersnaam en wachtwoord, inmiddels een aantal keren genoemd, maar ook het niet afdwingen van sterke wachtwoorden. Het toestaan van wachtwoorden die identiek zijn aan de gebruikersnaam. Het toestaan van zeer korte of simpel verraden wachtwoorden. Dus een bron van toegang, ongeautoriseerde toegang tot webomgevingen. En diverse keren hebben we ook al gezien dat nieuwe wachtwoorden of wachtwoorden die gereset zijn. Zowel de gebruikersnaam als de e-mail bijvoorbeeld, zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord in een e-mail worden verstrekt aan gebruikers. Dat betekent als een kwaadwillende die e-mail onderschept, dat hij beide gegevens direct in handen heeft en zou kunnen aanlopen. Een andere bron van kwetsbaarheid is de broncode zoals ik net al een keer heb gezegd, maar ook de foutmelding die een website geeft. Eigenlijk als iemand iets doet wat niet mag, dan behoort de website een foutmelding te geven. Die foutmelding zou eigenlijk altijd hetzelfde moeten zijn. Het is in de trant van, er is iets misgegaan, probeer nog een keer.
Wat we vaak zien is dat niet voor alle dingen die fout kunnen gaan een eenduidige foutmelding komt en soms zelfs een foutmelding die direct van de onderliggende webserver komen die een hoop technische informatie weer prijsgeven wat nuttig is om vervolgstappen als kwaadwillende te doen. Nou, een andere, als je dan de hele website beschermd zou hebben, dan is er altijd nog de uitdaging dat je eindgebruikers nog het doelwit kan worden door bijvoorbeeld phishing aanvallen. Aanvallen bijvoorbeeld voor je e-mail. Als je denkt aan wat er in de financiële sector bijvoorbeeld rondgaat. Heel veel in slecht gebrekkig Nederlands. E-mailtjes van de zogenaamde beheerder die zeggen dat het profiel geüpdate moet worden. Er zijn toch flink wat mensen die daar op de linkjes in dat soort e-mails klikken, worden omgeleid naar kwaadaardige websites en dan eigenlijk transparant voor de eindgebruiker laten mensen daar toch hun gegevens achter. Ze worden nog toegang verkrijgen tot de website. Hetzelfde kan gebeuren door de infectie van eindgebruikersystemen. Met malware, stukjes kwaadaardige software die in plaatjes verstopt zit bijvoorbeeld. Nou, ik had het net al heel even over de toeltjes, de eindgebruikersgegevens die op internet beschikbaar zijn. Er is een hele ondergrondse marktplaats, een hele ondergrondse economie. Van hackers die toeltjes, hacker toolkits, maar ook echte logingegevens, creditcardinformatie, e-mailadressen te koop zet online. En ik heb een aantal statistiekjes neergezet voor prijzen van dit soort toeltjes en informatie. Maar er zit dus een hele economie achter. Er is ook een drijfveer van een groot deel van de hackers om websites die ze hacken daar gevoelige gegevens uit te halen. Je kunt creditcardgegevens of de gebruikersnamen en wachtwoorden, e-mailadressen die later voor spam-doeleinden gebruikt kunnen worden, want die leveren gewoon hard geld op. Hetzelfde geldt voor hackers die zich toeleggen op het ontwikkelen van allerlei toeltjes. Vroeger was dat hobby en tegenwoordig kun je daar geld ook nog mee verdienen. Een andere mogelijkheid om geld als hacker te verdienen is het infecteren van een groot aantal websites met bepaalde malware en die websites dan weer te koop aan te bieden. Zodat de opslagruimte onder die websites of de processingcapaciteit van de infrastructuur eronder voor kwaadwillende doeleinden kan worden gebruikt. Nou, je kan hier een aantal statistiekjes zien over wat dit soort toeltjes en gegevens allemaal oplevert. Uiteraard is de kwaliteit van de tool makkelijk te gebruiken, goed functioneel, drijft de prijs op. En er worden gewoon vragen gesteld van ik wil doelwit X gaan aanvallen. Ik weet dat deze kwetsbaarheden erin zitten. Kan iemand voor mij een exploit tool schrijven? Nou, dat wordt dan meestal binnen 24 uur geleverd. Als je over het geheel kijkt naar, laten we zeggen, de hackers, de aanvallers en de verdedigers, is het een nogal ongelijke strijd. Hè? De black hats, de aanvallers, hebben eigenlijk onbeperkte tijd. Werken niet van 9 tot 5 bijvoorbeeld. Hebben een enorm arsenaal aan technische middelen. Zelfgemaakt, dan wel via illegale marktplaatsen verkregen. En vaak een hele hoop gemotiveerde participanten. Aan de ene kant omdat er wellicht financieel gewin is. Aan de andere kant scriptkiddies die een uitdaging vinden om een website plat te leggen.
Het commerciële criminele aanbod van tools en wellicht zelfs nog niet bekende kwetsbaarheden van authenticatiegegevens, e-mailadressen, is heel erg groot. En daar kunnen de Black Hats goed gebruik van maken. En feitelijk heeft een Black Hat geen enkele spelregel. Alles mag. Ze zijn niet gebonden aan enige vorm van regels. Geen overleggen nodig om iets wel en niet te mogen doen. Alles mag, alles kan. En feitelijk heeft een kwaadwillende maar één gaatje nodig in een enorme internetomgeving, zelfs van één bedrijf. Dat ene gaatje, dat je ene kwetsbaarheid kan voldoende zijn om binnen te dringen en grote schade te doen. Als je dan kijkt naar de verdedigers, en eigenlijk rekening komt daar allemaal toe. We moeten het doen met beperkte tijd, vaak ook beperkt budget. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik werk niet 24 uur per dag. Ik kan niet overal bij zijn. En heel veel bedrijven hebben ook geen mogelijkheid om 24 uur per dag iemand aanwezig te hebben om informatiebeveiliging in de gaten te houden of te werken aan het oplossen van kwetsbaarheden die men al weet. En het verlengde daarvan is de gespecialiseerde kennis, ook niet altijd ruim aanwezig. Sommige mensen doen informatiebeveiliging naast hun andere werkzaamheden. Het lukt niet altijd om daar voldoende aandacht aan te besteden. Eigenlijk moet je continu op je hoede zijn. Continu aandacht hebben voor de informatiebeveiligingsproblematiek. Het vergt een grote discipline om dat continu te doen. De uitdagingen als je bijvoorbeeld kijkt naar het patchen van systemen, die zijn groot. Er is een veelheid aan systemen, aan smaken die je in de gaten moet houden. En er is ook nog zoiets als de uptime van een systeem die je niet in gevaar wil brengen door het toepassen van een nieuwe patch. En dan wellicht een informatiebeveiligingsprobleem verhelpt. Maar mogelijk ook de functionaliteit in je website kan dwarsbomen. Security monitoring is ook niet bij elk bedrijf, bij elke organisatie aanwezig. En gewoon de capaciteit daar niet voor is. Ik zie steeds meer dat in mijn klantenportfolio dat men wel degelijk heel serieus bezig is met het zelf opsporen van kwetsbaarheden. In de eigen infrastructuur en de eigen webomgevingen. Maar er is altijd een window of opportunity tussen het tijdstip dat je als bedrijf identificeert dat je ergens een kwetsbaarheid hebt en dat je hem ook daadwerkelijk hebt opgelost. En die tijdspanne kan een hacker natuurlijk nog steeds zijn slag slaan. Nou, dan, als we dan even kijken naar wat kan je nou als organisatie doen om naar een veilige internetomgeving te komen. Dan heb ik een simpel vijf stappen aanpak eigenlijk neergezet. Waarvan belangrijk is dat de maatregelen die je treft of de risico's die je identificeert niet altijd in het technische vlak hoeven te liggen. Het is een samenspel van een stuk technologische maatregelen, een stuk procedurele maatregelen en een stuk binnen je eigen organisatie het meer op menselijke aspect ook. Ik denk dat het eerste heel erg belangrijk is dat je goed weet wat je allemaal doet op het internet. Dat je ook weet welke spelers daar binnen je bedrijf en buiten je bedrijf bij betrokken zijn. Kunt je voorstellen dat wellicht een marketingafdeling binnen een organisatie alle minuut een nieuwe website uit de grond wil gestampt hebben voor een bepaalde campagne, maar dat niet altijd op de meest veilige manier gebeurt.
En dat degene die over informatiebeveiliging gaat, daar niet altijd bij betrokken wordt. Wat je ook goed moet weten, is welke gegevens deel ik met de rest van het internet en op wat voor manier. Gaat het over hele simpele informatie, over bijvoorbeeld de leuke toeristische attracties binnen je gemeente, of gaat het echt over gevoelige gegevens? Gaat het over persoonsgegevens of andere gevoelige informatie? Nou, als je dat weet, moet je kijken wat zijn nou de risico's die ik hiermee loop. Is het risico als de website plat gaat? Welke bedreigingen zijn er rondom de gevoelige gegevens die ik al dan niet uitwissel met mijn klanten of andere partijen? Hoe zijn mijn gegevens toegankelijk bijvoorbeeld? Als je risico's kent, dan weet je ook hoe erg bepaalde kwetsbaarheden zijn. En die kwetsbaarheden zul je moeten identificeren. En dat zijn dan kwetsbaarheden die zitten in een stuk techniek. De missende patches bijvoorbeeld. Maar ook in je procedures en in je organisatie. En als je dat palet weet, welke kwetsbaarheden er zijn, kun je heel actief gaan richten op het neerzetten van verbeteringen, het inrichten van bepaalde maatregelen, maatregelen om bepaalde dingen te voorkomen, of in ieder geval zaken op te merken als ze zich voordoen. En uiteindelijk, als laatste of continue stap eigenlijk, is dat je periodiek dit hele cirkeltje nog een keer doorgaat, controleren dat je verbeteringen natuurlijk netjes zijn doorgevoerd, maar ook goed kijkt wat er binnen je internetomgeving is veranderd. Heb je een nieuwe website erbij gekregen? Ben je in de internet of in de smartphone applicaties gestapt? En zijn er nieuwe risico's bijgekomen? Of wellicht nieuwe kwetsbaarheden waarop weer verbeteringen getroffen moeten worden? Nou, een aantal acties, praktische acties die volgens mij ieder zou kunnen nemen om te komen tot een veilige internetomgeving, gerelateerd natuurlijk aan deze vijf stappen. Weet wat je doet op internet. Ik zie heel veel klanten die wel een idee hebben wat voor koppelingen ze allemaal met internet hebben, wat ze doen. Maar dat beeld is vaak niet geheel compleet. Ook al omdat vanuit de hoofdwebsite vaak koppelingen zijn naar bijvoorbeeld andere organisatieonderdelen binnen hetzelfde bedrijf. Die weer hun eigen website hebben. En dat niemand echt een totaal overzicht heeft van wat er nou allemaal beschikbaar wordt gesteld. En ook niet één overzichtspunt die toezicht houdt op dat alle omgevingen veilig genoeg zijn. Mijn tip is in ieder geval, maak een goede inventarisatie van alle internetkoppelingen die je als bedrijf hebt. Je websites, VPN-verbindingen voor beheer, thuiswerkvoorzieningen die ook meer en meer worden aangeboden, andere beheervoorzieningen, maar ook marketingwebsites, de websites van andere onderdelen van specialistische organisaties binnen de gemeente. Ik denk dan aan een vuilnisophaalbedrijf die een deel van de website zelf heeft ingericht. Breng dat eens goed in kaart. Hetzelfde geldt eigenlijk voor wat je medewerkers allemaal doen. Is er bijvoorbeeld een Twitter vanuit de gemeente? Een LinkedIn pagina waar wellicht gegevens gedeeld worden die een kwaadwillende inzicht kunnen geven in de internetomgeving en de spannende gegevens die daar te halen zijn. Zo'n inventarisatie kan nog wel eens tot interessante ideeën leiden en zodat je ook goed kunt bepalen waar wellicht nog onvoldoende aandacht is geweest voor informatiebeveiliging.
Nou, als je dat overzicht dan hebt, maak dan een goede inventarisatie van wat voor soort gegevens wordt uitgewisseld per soort internetkoppeling, per dienst die je via het internet wordt aangeboden. Of bijvoorbeeld via de kanalen, social media kanalen, hè, wat voor gegevens uit je als organisatie. Geef daar een klassificatie aan. Zijn dat gevoelige gegevens die hier in omgaan? Moet ik daar wellicht dus wat fanatiekere beveiligingsmaatregelen in nemen? En identificeer de risico's die van toepassing zijn op bepaalde gegevens. Persoonsgegevens, de wet bescherming persoonsgegevens, dat je die goed zult moeten beschermen. Nou, dat betekent dat die een flinke aandacht moeten krijgen, ook in het treffen van maatregelen. Nou, als derde, ken je kwetsbaarheden. Je zult dan ook op een structurele manier de kwetsbaarheden moeten afgaan in een stuk techniek. En dat zou je kunnen doen door bepaalde security reviews uit te laten voeren, ethical hacks door derde partijen te laten uitvoeren. Gewoon om een gevoel te krijgen, een beeld te krijgen bij welke kwetsbaarheden zitten nu in mijn techniek. Hoe makkelijk is het binnen te komen en wat zou een kwaadwillende dan allemaal kunnen doen? Dan geef je ook hele concrete handvaten om te zien waar de kwetsbaarheden zitten, maar ook wat je daaraan kunt doen als organisatie. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor techniek, zoals ik zei. Een aantal kwetsbaarheden kan ook zitten in procedures of de organisatie. Stel dat je uitingen doet op Twitter of mensen kunnen via Twitter berichten naar je sturen, zit er een goed reviewproces op de inkomende en uitgaande berichten. Heb ik voldoende mensen beschikbaar met kennis en kunde van informatiebeveiliging om hier naar te kijken? Nou, dan het implementeren van de verbeteringen. Als je de inventarisaties hebt gedaan en je weet wat je doet op internet, je kent de risico's goed en je weet waar de specifieke kwetsbaarheden zitten, implementeer dan die verbeteringen op aanbevelingen uit de diverse tests die zijn gedaan. Zowel interne als externe tests kun je uiteraard doen. Ga ermee aan de slag. Dat zal deels in de techniek zitten. En deels een aantal procedurele organisatorische oplossingen. Maar wees ook voorbereid op een incident. Het kan altijd gebeuren dat iets misgaat. Nogmaals, het is heel moeilijk om alle gaten te dichten. Maar wees voorbereid dat er iets gebeurt. Heb een soort van noodprocedure beschikbaar. Zowel op communicatief vlak, eventueel richting media, richting burgers of richting andere partijen en ook op technische maatregelen. Het zou kunnen dat je wellicht een systeem wat beperkter beschikbaar wil maken mocht er iets geconstateerd zijn. Nou, periodieke controle, heel belangrijk. Informatiebeveiliging is niet een eenmalig iets. Dit is iets wat je continu moet doen. Ik denk eigenlijk ook dat je een proces zou moeten inbouwen voor de opvolging van de aanbevelingen uit al deze verbetertrajecten. En dat je die periodieke controle niet alleen gebruikt om te kijken wat de status is van de implementaties, maar ook meteen gebruikt als een soort van herijking op de inventarisatie van je internetomgeving, de risico's en de kwetsbaarheden. Dus even in een notendop, laten we zeggen, mijn korte actieplan wat een ieder direct kan toepassen. Dat dit was het einde van mijn verhaal. Marco? Tom, dankjewel. Ik support...